Dit hier in Nijmegen-Oost, dit is de Torpstraat. Dit gebouw noemen we de Waarmakerij. En ik maak even de deur open, hij klemt een beetje. Maar dit gebouw was... Ja, dit gebouw stond leeg. Het werd niet gebruikt. Dus we dachten, nou, misschien mogen wij erin. En inderdaad, bij standvaste wonen zijn ze. Nou, dat mag. Hier heb je sleutel. Doe je best. Gaan we een deurtje verder. Nou, hier is het open. Dat is het. Zo zag het ongeveer uit toen wij binnenkwamen afgelopen maandag. Dus lege muren, vies, vuile vloer. Ja, leegstand. Nou, gelukkig hebben wij van heel veel mensen heel veel hulp gekregen. Heel veel spullen, heel veel ideeën, heel veel gewoon uurtjes werk of kwartiertjes werk van iedereen die kon helpen. Zo staat hier al een boekenkast die Gerrit heeft gemaakt en gebracht waar straks boeken in komen te staan. Nou ja, we hebben dus eigenlijk 24 uur keihard zitten werken met veel mensen. En ja, kijk wat je kan doen met spullen die je over hebt en op een nieuwe plaats waardevol gaat maken. Kijk, dat is het nieuws. En nou, Niels gaat meer vertellen over wat we hier eigenlijk aan het doen zijn volgens mij. Dat kan niet. Nou, joh, wat moet ik zeggen? Zo heb je niks, 24 uur later heb je dit. En wat we gaan doen, het is een samensmelding van Nijmegen in Dialoog. Onderdeel van Nederland in Dialoog. In 55 steden is, zeggen ze van joh, als we nou wat meer in dialoog met elkaar gaan in plaats van in debat, dan krijgen we misschien een net even wat mooiere aardkloot. En Nijmegen is de enige stad die zegt dat gaan we organiseren zonder geld, maar op basis van sociale overwaarde. Dus er is te veel en het ligt weg te schimmelen op de verkeerde plek. Als je dat opnieuw verbindt, dan kan je bergen verzetten. Nou ja, je zit in de manifestatie daarvan. We hebben een bedrijfspand. Donderdagavond hadden we nog niet eens een huisstijl. Het is inmiddels woensdag. En daar staan de banners met het nieuwe logo. En die staan overigens naast de weggeefboekwinkel van Joebidoo. Dus hier staan boeken. Als je een boek wil hebben, mag je het gewoon meenemen. Je mag iets teruggeven. En je mag er ook gewoon lekker van genieten. Vinden we niet zo spannend. Daarvoor staat vervolgens de sociale overwaardetafel. Die is gemaakt doordat iedereen in een straat één stukje hout heeft geleverd. Dat zijn stukken die lijken waardeloos. Maar als je ze met elkaar verbindt, heb je een ronde tafel waardoor er niemand aan het hoofd kan zitten. Die gaat ingezet worden bij Nijmegen in dialoog. En hij is van iedereen of van niemand, dus het is niet te stoppen. Dat is Nijmegen in dialoog. Dan gaan we hier met 7 Days of Inspiration als onderdeel van nog een stuk of 14 andere steden kijken of we Nederland in één week tijd op gebieden van zorg, onderwijs, duurzaamheid, voeding, versimpelen, werk. Of we Nederland eventjes door het wat anders in te richten, wat soepeler kunnen laten lopen. Dus stel je voor dat alle onderwijsinstellingen op Open Office in plaats van Windows overgaan. Hoeveel geld zou dat schelen? Wat zou er gebeuren als je distributie van kleine pakketjes via de trein laat gaan en niet via de snelweg, want die treinen rijden toch al? Wat zou er gebeuren als je bruto nationaal geluk als eikpunt voor welvaart zou nemen en niet bruto nationaal product? Nou, dat soort initiatieven die gaan we ontwikkelen. En hier gaan Durf de Vragen workshops komen. Er gaat hier één keer per maand gaat hier een inspiratiebioscoop zijn, waarbij we filmpjes waarvan je denkt, jeetje, dit moet je echt gezien hebben, worden afgedraaid. En iedereen die een werkplek nodig heeft en internet en zin in koffie, thee of koek, die kan hier komen zitten als de deur open staat. Nou, dat is de Waarmakerij, dus pas op, het kan zijn dat het dan in één keer lukt. Dus weet wat je doet als je langskomt.